hem elke Sabbat toe, lieflijk en zoet. Brengt hij ons telkens uit dienen een groet. Als wij vergaderen van ver en nabij, schenk God verkweking voor u en voor mij. Heerlijke Sabbat geeft zalige rust. Heerlijke Sabbat ons vreugde en lust. Heil en aanbidding, lof, eer en dank. Zij onze koning in vrolijke klank. Heerlijke Sabbat verheugt werk van zin. Treden wij dankbaar Gods biedende huis in. Wijden de heilende harten geheel. Die door het geloof is ons heerlijkste deel. Heerlijke Sabbat geeft zalige rust. Heerlijke Sabbat ons vreugde en lust. Heil en aanbidding, lof, eer en dank. Zij onze koning in vrolijke klank. Heerlijke Sabbat, geen hemelse rust. Gij wilt ons trekken naar de eeuwige kust. Omdat te toeven voor immer bij God. O, welk een heerlijk welzalig genot. Heerlijke Sabbat, geen zalig. Heerlijke Sabbat, ons vreugde en lust. Heil en aanbidding, lof, eer en dank. Zij onze koning in vrolijke klank. Amen, we vervolgen met u nabij, u altijd nader. U nabij, u altijd nader, trek ons Heer, u naam en kruis. Wees ons leidsman tot de Vader, op de weg naar Vaderhuis. U nabij, u nabij, nader, nader, immer meer. Tot verlossing door uw kruis. Als uw ziel in Vaderhuis. Gij alleen kunt ons verlossen. Als de vijand ons belacht. Maar wat hij bestaat blijkt ijdel, als uw hand ons zwak en straalt. U nabij, u nabij, nader, nader, immer meer. Tot verlossing door uw kruis. Haast u zien, Vaderhuis. Doe ons nu kracht volharden. Maak ons nu heilsnaam groot. Leer ons u als leidsman volgen. Trouw u houden tot de dood. U nabij, u nabij, nader, nader, immer meer. Tot verlossing door uw kruis, haast uw ziel in
vader heb. U nabij. Nader, immer meer. Tot verlos ik door uw kruis. Haast uw zielen, vader heil. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and all. Lots of facts. Then in fellowship sweet. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet. Or we'll walk by His side in the way. What He said, to trust and zusters. Ik ben blij om hier te zijn, u ook. Door Gods genade kunnen we weer een nieuwe Sabbatdag meemaken. En dat is alleen maar genade, hè. God is goed geweest voor ons. Ook de kijkers en luisteraars thuis, een heel gezegende Sabbat toegewenst. Het is tijd voor onze lesstudie.
En we zullen daarmee aanvangen als we eerbiedig zijn. Dank u wel, Heer, voor een nieuwe Sabbatdag. Dank u wel dat u ons door de week geschraagd en gedragen hebt, Heer. Want alleen daardoor hebben we een nieuwe Sabbatdag kunnen zien. Het is allemaal genade. Als wij hier zijn, Heer, willen we aan uw voeten zitten om van u geleerd te worden. Elke keer als we uw woord open doen, Heer, leren wij u beter kennen. En zien wij hoeveel u van ons houdt. Daarom, Heer, nodigen we u uit om met uw Heilige Geest in ons midden te komen. Om ons verstand te verlichten, zodat alles wat gepresenteerd wordt, we door uw genade mogen toepassen in ons leven. Reinig ons van alle zonden en tekortkomingen. Dat bid ik en vraag ik u in Jezus' naam. Amen. De lesstudie van de week gaat over Jezus, grondlegger en voltooier van ons geloof. Is geloof belangrijk? Amen. Geloof is een van de bouwstenen, broers en zusters, waarop wij gegrondvest, gefundamenteerd moeten zijn. Het christelijk leven is een wedloop waar we allemaal aan meedoen. Wij allemaal die hier zijn, doen mee eraan. En waarin allen die trouw blijven, de beloning zullen ontvangen. Het verlossingsdrama is als een wedloop waarin geloofsmensen vanuit het verleden hebben volhard, ondanks het lijden waarmee ze te maken hadden, maar ze moeten de prijs nog krijgen. Het verlossingsproces bereikt zijn hoogtepunt doordat wij ook gaan meedoen aan deze wedstrijd en de laatste loodjes voor onze rekening nemen. En opdat Jezus bij de finishlijn zit aan de rechterhand van God. We weten dat hij daar zit, dus we stevenen naar hem toe. Jezus helpt ons en is het grote voorbeeld hoe we de wedstrijd moeten lopen. Jezus is als voorloper, als ons voorbeeld het heiligdom binnengegaan en zullen wij met hem in geloof volgen. We kijken naar Hebreeën 6, vers 19. Als u uw Bijbels hebt, pakt u dat en dan kijken we naar Hebreeën 6, vers 19. Dat zegt ons, haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Jezus is het voorhangsel binnengegaan. En dat moeten wij ook. Daarom moeten wij een wedloop lopen. En we moeten ons best doen om die te lopen. Laten we kijken naar de rechtvaardige zal door geloof leven. Dat staat er in Hebreeën 10 vers 35 tot 39. Door geloof zullen wij allemaal die hier zijn moeten leven. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Vrijmoedigheid wil zeggen het vertrouwen, je oprechtheid, je openhartigheid. We moeten dat niet prijsgeven, broeders en zusters. Volharding is een kenmerk van Gods volk in de eindtijd. Zonder volharding geen belofte. Om te volharden moeten we in geloof vasthouden. We moeten geloof beoefenen om de beloning te ontvangen. We kijken naar Habakkuk, het Oude Testament, wat Habakkuk zegt. Habakkuk 2 vers 2 tot 4 zegt, toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Zelf Habakkuk heeft dat voorspeld dat wij als christenen door geloof zullen moeten leven. Habakkuk keek in geloof uit naar de belofte. Hij en zijn volk moesten door ellende en hoopten dat God in actie zou komen. Maar God heeft alles een vastgestelde tijd. Ook voor ons heeft hij een vastgestelde tijd met alles. Hij heeft een plan
met ons leven, voor elk een van ons heeft hij een plan. Hij heeft een vastgestelde tijd waar zijn beloften in vervulling gaan. Ze keken uit naar de komst van de beloofde Messias. Ze hebben dat niet gezien. Nu, in deze tijd, kijken we ook uit. Waarnaar kijken we uit, broers en zusters? Naar de wederkomst van Jezus, zodat wij voor eeuwig bij hem kunnen zijn. Jezus is de beloofde verlosser, de rechtvaardige, de belichaming van ons geloof. Hij zorgt voor leven. Hij is gekomen, gestorven voor onze zonden en hij komt terug, gewis. Hij komt terug op het vastgestelde moment. Niet wanneer wij dat willen, maar wat hij heeft vastgesteld. Mijn rechtvaardigen zullen door geloof leven, zegt Paulus. Laten we kijken in Romeinen 1, vers 16 en 17. Daar zegt Paulus: want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus als wij leven, moeten we dat doen uit geloof. De trouw van God aan zijn belofte is zeker. Als hij iets zegt, is het zeker. Onze God kent geen liegen. Wat hij zegt, doet hij ook. En door die trouw van God moet ons geloof, onze trouw, groeien. Omdat God trouw blijft aan zijn beloften, zullen de rechtvaardigen, allen die in hem hebben geloofd, aangenomen, allen die hem in geloof hebben aangenomen, ook trouw moeten blijven. De definitie van geloof. Wat is geloof? We vinden het in Hebreeën 11 vers 1. Het is makkelijk hier gezegd de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Het is de zekerheid der dingen waarop we hopen en het bewijs der dingen die wij niet zien. We kijken naar Abraham. In de Bijbel zijn er velen die een voorbeeld van geloof voor ons vandaag aan de dag zijn. We zien dat door uiting van hun daden, hun handelingen. Bijvoorbeeld Abraham. Hij moest zijn enige geboren zoon Isaac opofferen. Hij had wel Ismaël, maar Isaac was de beloofde zoon. En die ene Isaac, waardoor de belofte waarheid zou worden, moest hij opofferen. En wat doet hij? Doet hij dat? Hij doet dat ja. In geloof doet hij dat. Was het een beetje tegenstrijdig? Ja, het was een beetje tegenstrijdig. God heeft een beloofd door Isaac een volk dat we niet zouden kunnen tellen als het zand der zee. Maar nu moet hij diezelfde Isaac opofferen. Hoe dan? En aan de andere kant, mensenoffers waren niet iets van God. Dat waren iets van de afgoden. Maar God vraagt hem om Isaac op te offeren en hij doet dat. Dat lijkt zo tegenstrijdig. Wat doet Abraham? Hoe komt het? Hoe komt hij tot dat geloof? Abraham gaat ervan uit dat God bij machte is Isaac uit de dood op te wekken. Hoe dan? Hij heeft ervaren dat God uit hem, iemand die al verstorven was, gestorven was, zegt de Bijbel, 100 jaar, en Sarah, niet meer vruchtbaar, 90 jaar, vanwege haar leeftijd toch in staat was om dit wonder, Isaac, geboren te laten worden. Bedenk dat even. Is dit gangbaar? Is dit gangbaar, broers en zusters? Nee. Tegenwoordig doet men kunstmatige inseminatie. Dan zou het misschien, 90 jaar is een beetje te oud, denk ik, zuster Scholsberg. 90 jaar is een beetje te oud, hè, voor kunstmatige inseminatie. Maar dit is Gods werk. En Abraham dacht, als God uit ons, als oude mensen, Isaac heeft geboren laten worden, kan hij ook Isaac uit de dood redden. Dat is ongewoon. Het komt niet voor heden ten dagen. God is in staat, als hij Isaac in zekere zin een leven had gegeven vanuit de dood, hij dat opnieuw zou kunnen doen. Dat is geloof, broeders en zusters. Door Gods leiding was Abraham ervan verzekerd dat God alles voor hem kon doen in de toekomst. U kent het verhaal. Door het geloof heeft hij Isaac
op het altaar geplaatst en God zelf voorzag in een offerdier. Geloof dat bergen verzet. We kijken naar Mozes. Geloven in het ongeziene. Door geloof behouden bij de geboorte. We kennen dat, alle jongetjes moesten omkomen, omgebracht worden. Maar Mozes is door geloof behouden. Door geloof weigerde hij door te gaan als een zoon van Farao's dochter. Door geloof heeft hij liever met het volk Gods kwaad geleden dan tijdelijk te genieten van de zonde. Hij heeft alle waardevolle schatten van Egypte, en Egypte was toen de machtigste rijk, hij heeft alles als vuilnis geacht. Dat zegt Paulus, we moeten alles als vuilnis achten. Alleen maar om Gods wil te doen. Hij zal de volgende heerser worden. Maar in plaats daarvan kiest hij door geloof een leider te zijn van een groep pas bevrijde slaven, vluchtelingen. De Israëlieten waren pas bevrijd uit de slavernij. En daarvoor kiest hij. Waarom? Hij keek verder dan de belofte van de koning van Egypte. En zag vooruit naar het ongeziene. Naar Gods beloften. Hij richtte zich op de beloning. Eeuwig leven. En niet op de rijkdommen van Egypte. Hebreeën 10 vers 35 zegt. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Die een ruime vergelding heeft te wachten. Wij moeten ons geloof niet opgeven voor wereldse zaken, broeders en zusters. Wij hebben ook een loon te verwachten. God verwacht van u en van mij dat wij in geloof volharden. Dat wij geen vreugde vinden in Egypte, de rijkdommen van deze wereld. Nee, hij vraagt van ons dat we in geloof op Jezus zien. Mozes koos ervoor om de rechtvaardige behandeling met Gods volk te ondergaan, de onrechtvaardige behandeling. Hij ruilde de rijkdommen van Egypte in om vanwege Christus beledigingen te incasseren. Hij geloofde dat de beloning van Christus veel groter was dan wat Egypte hem kon bieden. Gaat u ook door moeilijkheden op het gebied van uw geloof? Kijk naar Mozes. Kijk naar het geloof van Mozes. Het kan voorkomen dat u als zevendedags Adventist een hoger salaris wordt aangeboden als u ook op Sabbat gaat werken. En u zegt, ja, alles is zo duur in deze tijd. Het leven is zwaar. Alles is duur. Voor alles moet je geld uitgeven. Dus als ik op Sabbat werk, dan kan ik meer verdienen. Nee, broers en zusters, laten we als Abraham en als Mozes in geloof zien op de beloning die ons wacht. De wereld kan ons niets meer bieden. Alles wat we te bieden hebben, is wat Jezus ons heeft beloofd. Rahab, ze was een heidense prostituee die opgesomd wordt in de rij van de vrome Bijbelspersonen. Maar hoe kan dat, een prostituee? Zij is de tiende in de lijst en volgt op de voorvaderen en patriarchen van Israël. Mensen die rechtvaardig worden beschouwd. Door het geloof was Rahab ervan overtuigd dat de verspieders van Israël de enige ware God aanbaden. Niet Jozua, die het volk naar Kanaan heeft geleid, wordt genoemd. Hij wordt overgeslagen en Rahab, de heidense prostituee, wordt genoemd. Waarom? Rahabs daad van geloof hield in dat ze luisterde, ze geloofde en ze gehoorzaamde. Ook al zag ze het niet. U weet, het bewijs der dingen die men niet ziet. Dat zegt de definitie van geloof. Ze geloofde het. Ze had de plagen van Egypte niet gezien. Of de bevrijding door de Rode Zee had ze ook niet gezien. Of water dat uit de rots kwam. Ze had niets van dit alles gezien. Ook manna die uit de hemel viel had ze niet gezien. Toch geloofde ze het. Rahab is een goed voorbeeld voor hen die Jezus niet hebben horen prediken. Hebben wij hem horen prediken? Nee. En toch moeten we geloven. Zoals Rahab en alle anderen. Wij hebben dit niet met eigen ogen gezien. Maar geloven het. Rahab was een hoer die op de muur van Jericho woonde. Ze heeft in geloof de twee Israëlische spionnen verborgen. En om deze daad beloofden de spionnen haar en haar familie te sparen als ze Jericho zouden innemen. Net als Rahab moet onze blik gericht zijn op de beloning die God ons beloofd heeft.
We kijken naar Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Dit betekent dat Jezus de enige is die geloof mogelijk maakt en perfect laat zien wat een leven van geloof inhoudt. In Jezus is het geloof volmaakt tot uiting gekomen. Jezus, hij is de grondlegger of wegbereider van ons geloof. Eén, hij is de enige die de wedloop in alle opzichten heeft volbracht. Is dat zo, broers en zusters? Is hij de enige? Jawel, hij is de enige. Jezus is Gods rust in de hemel binnengegaan en zit aan de rechterhand van de Vader. Als wij ook volharden in geloof, zullen we ook met Jezus regeren. 3. Door het volmaakt leven van Jezus kunnen wij de wedloop lopen. Uit onszelf kunnen we het niet, broers en zusters. We zijn zwak. Maar als we ons vastklampen aan Jezus, dan kunnen we die wedloop lopen. Als Jezus niet was gekomen, zou de wedloop voor ieder van ons te vergeefs zijn. Jezus is de reden waarom wij geloven. Hij is één met God. Hij liet zien hoe trouw God aan ons is. God houdt van ons. God houdt zielsveels van ons. Hij wil niet dat we verloren gaan, broers en zusters. Als wij niet opgeven, maar blijven volharden in geloof, zullen we ook de beloning van eeuwig leven ontvangen. Jezus nam geduldig deel aan de wedloop. Hij bleef trouw, al waren wij dat niet. Ons geloof is simpelweg een reactie op zijn trouw. Hij heeft ons op een vlekkeloze wijze laten zien hoe wij de wedloop in geloof kunnen doorstaan. Hoe deed hij dat? Hij wierp alles van zich af om zich geheel en al voor u en voor mij te geven. Hij zondigde nooit, hield zijn ogen strak op de beloning en zijn vreugde was de verlossing van de mens door zijn genade. Hij verdroeg onbegrip, mishandeling, nam de schande van het kruis op zich, alleen maar voor u en voor mij. Nu is het onze beurt om deel te nemen aan de wedloop. Uit eigen kracht zal het nooit lukken. Daarom moeten wij leunen en steunen op het offer van Jezus, voor ons gebracht op Golgotha. Net als alle andere patriarchen, mannen van geloof, willen wij onze ogen richten in geloof op hem en volharden in geloof en vertrouwen op de belofte van hem. En die belofte is zijn wederkomst en eeuwig leven. En we kennen die tekst, Johannes 14, vers 1 tot 3. Misschien kunnen we het met z'n allen opzeggen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijn vaders zijn er vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moog waar ik ben. Is een belofte. Zal God zich aan deze belofte houden? Zal Jezus dat voor ons doen? Amen. Tot nu toe zijn al zijn beloftes uitgekomen. En ook zo, hij zal ons ook het eeuwig leven geven als hij terugkomt. We hebben een paar vragen. En daarvoor zijn er een paar broeders die deze vragen gaan beantwoorden. De eerste vraag voor broeder Anguel. Een vroegchristelijk geleerde schreef eens Credo Uiteligam. Een Latijns uitspraak dat ik geloof opdat ik begrijp betekent. Hebreeën 11 vers 3 stelt dat wij door geloof tot het inzicht komen. Wat is het verband tussen geloof en inzicht? Waarom gaat geloof vaak aan inzicht vooraf? Oftewel, waarom moeten we de dingen die we niet meteen begrijpen soms in geloof benaderen, waarna meer inzicht zal volgen, broeder Anguel? Misschien kun je keren naar de gemeente. Even geduld. We wachten nog even op de technici.
Zegende Sabbat. De vraag is een Latijns uitspraak dat geloof, ik geloof op dat ik begrijp betekent. En de vraag is, waarom gaat geloof vaak aan inzicht vooraf? Oftewel, waarom moeten we de dingen die we niet meteen begrijpen, soms in geloof benaderen, waarna meer inzicht zal volgen? In geloof. Amen. Amen. Dank u wel. De tweede vraag is voor broeder Ricky Limburg. Het Griekse woord pistis betekent zowel geloof als trouw. Waarom zijn beide definities belangrijk om te begrijpen wat het inhoudt om te leven door geloof? Hoe gaven de mensen in Hebreeën 11 door hun trouw blijk van de echtheid van hun geloof? Hoe kunnen wij dat ook doen? Broeder Ricky Limburg. Zij hebben het kunnen doen door trouw te zijn, door het geloof uit te dragen. Hoe kunnen wij dat ook? Ja, we horen u. We horen. Ze horen het toch niet. Ik word gewenkt dat het niet duidelijk is. Broeder, wilt u dit? Hallo? Oké. Ik ga bij het begin beginnen. Dus er zijn wetenschappers die beweren dat de wereld is ontstaan uit een Big Bang of uit de evolutie. Dat is wat men beweert. Als ik nu aan een wetenschapper zou vertellen van, jouw horloge is uit het niets ontstaan, dan gaat men waarschijnlijk zeggen van, broeder, je bent ergens gestoord. Ja toch? Maar nu we een beetje wijzer worden, zien we in dat er eigenlijk geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat de wereld uit de evolutie is ontstaan. De evolutietheorie is dus eigenlijk ook een geloof. En het hangt van ons af van waarvoor kies je. Ga je kiezen voor
evolutie? Of kies je ervoor, zoals ik heb gekozen ervoor, om te geloven in een God die hemel en aarde heeft geschapen? Ik geloof dus dat wij mensen zijn geschapen door een levende God die op een gegeven moment toen wij gezondigd hadden, zijn enige geboren zoon gegeven heeft om voor ons te sterven. Vandaar dat we ook zeggen dat Christus is de grondlegger en de vermaker van ons geloof. En Hebreeën 12 vers 2 zegt, de blik houden op ons Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Door geloof in hem volgen wij zijn voorbeeld, richten wij onze ogen op hem, gaan we getrouw voorwaarts en vertrouwen op zijn belofte. Amen. De derde vraag. We weten dat geloof een geschenk van God is. Wat kunnen wij wel en niet doen om dat geschenk te ontvangen en te behouden, broeder Lorenzo Kenswil? Gezegende Sabbat, broeders en zusters. De vraag is, geloof is een geschenk die aan ons is gegeven. En wat kunnen wij wel of niet doen om dit geschenk te behouden? Ja, toch, zuster? Alvast aan het begin. Geloof is een geschenk. En als je goed kijkt, en als we geloof ook benaderen als een geschenk, dan zie je zelfs werkelijk dat het een werkelijk geschenk is. Waarom? Omdat het is aan ons gegeven. En het is niet met een goedkope prijs gekomen. Het is gekomen door een heel dure prijs die degenen die voor ons zijn gegaan, hebben moeten betalen en hebben moeten doen. En wat ze dan ook hadden moeten doen. Dus geloof is een geschenk. En als je een geschenk hebt gehad, ga je niet zeggen van, dit is een geschenk, ik heb het gehad. Nee, laat me het zo zeggen. Het is helemaal persoonlijk hoe je eigenlijk omgaat met je geschenk. Of zeg ik van, ik doe wat ik wil, of ik zet zaken aan de kant, of whatever, en dit en dat, ten aanzien van mijn verantwoordelijkheden. Of ik zeg van, het geschenk die ik heb gehad, gebruik ik zodanig dat het voor het beste, of het beste is voor ieder die rondom me is. Maar ook, als we ook kijken naar het geschenk zelf, en zuster heeft ook zo'n beetje erover gesproken, het zijn innerlijke geheimen die in ons leven. En ze zijn persoonlijk, maar ze zijn niet privé. Ze zijn persoonlijk, maar ze zijn niet privé. Dat betekent dat ik ga door persoonlijke dingen heen meegaan. Persoonlijke dingen ervaren. Groei ervaren. Maar ze zijn dan ook niet privé. En om het dan ook beter te zeggen, het zijn goede geheimen, geen slechte geheimen. En dan op de tweede vraag in te gaan is, wat kunnen we wel of niet doen? Eén, we hebben het ontvangen. En dan hangt het helemaal van mij af wat ik ermee doe. Breng het in werking, gaat het in werking treden. Breng ik het niet in werking, gaat het niet in werking treden. Maar ook per definitie van wat de Bijbel ons ook zegt. En wat wij ook vaker preken, is dat ik word niet gered door mijn werken, maar er is alleen door genade dat ik hier kan zijn, of door genade dat ik iets kan doen. Maar als ik begrijp dat het een geschenk is, weet ik wel en begrijp ik wel dat als Christus dit aan mij heeft gegeven, en dat het zo goed is dat het in mijn leven, dat het zo goed is dat het overvloedig kan zijn in liefde, in denk aan de vruchten van in liefde, in vrede en alles die ermee mee wordt gebracht. Dus dat is mijn antwoord. Dank u wel, broeder. Dank u wel, broeders, die de vraag hebben beantwoord. Ik wil afsluiten met dit stuk. Abraham's vertrouwde gehoorzaamheid voerde hem weg
van zijn gevestigde bestaan en maakte hem zijn leven lang tot een vreemde en vluchteling. Zijn geloof maakte dat hij bereid was zijn enige zoon te offeren in het vertrouwen dat God hem weer tot leven zou wekken. Het brengt Mozes ertoe het geloof, het hof te verlaten en zich aan te sluiten bij een volk van slaven. Wat ons betreft, wij zijn omringd door deze helden van geloof. Ze staan aan de kant van het parcours om te zien hoe wij zullen lopen, hoe wij zullen rennen. Het is een wedloop. Dus laat alles vallen dat hinderlijk is. En ren en loop de christelijke race naar de finishlijn. Kijk naar Christus, het ultiem voorbeeld van geloof. De pionier en de voleinder des geloofs. Hij gaf niet op toen hem de kruisiging te wachten stond. Richt uw oog op hem, broeders en zusters. Laten we onze ogen op hem gericht houden. Bedenk wat hij moest doormaken en laat u niet ontmoedigen. Accepteer lijden als een correctie van een liefhebbende vader. Als bewijs dat hij zich om ons bekommert, om u en om mij. En het beste met ons voor heeft. Deze discipline is als de training van een atleet. De pijn duurt maar even. De beloning is voor altijd. Dus zet u schrap en ga door in geloof. Amen. We zullen afsluiten met gebed, als u eerbiedig bent. We zijn zo dankbaar voor deze wijze lessen, Heer, uit uw woord. We hebben zoveel voorbeelden van geloof, Heer. Maar als wij zwak zijn in geloof, kom ons vaderlijk dicht nabij. Versterk ons, reinig ons en dat de Heilige Geest mag overnemen. Dat we elke dag mogen opwassen, Heer, in geloof. En dat we mogen uitzien naar wat u voor ons beloofd hebt, Heer, het eeuwig leven. Heer, hou ons stevig vast. Want als wij u vasthouden, kunnen we loslaten. Maar als u ons vasthoudt, Heer, weten wij zeker dat we in u geborgen zullen zijn en het beloofde zullen zien. Wees ons genadig en leid u onszelf verder deze dag. In Jezus' naam. Amen. Gezegende Sabbat, broeders en zusters.
grace, how sweet the sound.
Hallo? Ja. Goedemorgen, broeders, zusters en een gezegende Sabbat. Wat heerlijk vandaag om in Gods bedehuis te zijn. Ik ben zo blij, u toch ook? Want Jezus is in ons midden. We verwelkomen ons u nogmaals en onze bezoekers. Ik zie hele bekende bezoekers hier. De familie De Jong, de familie Mentor. En ik zal u zeggen, ik voel me extra blij. Vooral als ik ook kleine kinderen zie, want dan denk ik terug. En dadelijk ga ik u zeggen waarom. Maar u allemaal bent van harte welkom en natuurlijk ook de kinderen. Hè? Die wil ik extra welkom heten. Goedemorgen broeders en zusters. Ik ben hier om een promotie te doen van onder andere de Global Youth Day volgende week. En voor ik begin wil ik een tekst lezen. Om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Om alle treurenden te troosten. En dat vindt u in Jesaja 61 vers 1 tot 2. Mensen, zoals u weet, is het volgende week Global Youth Day. En op Global Youth Day is het goed te doen op de Sabbat. We willen natuurlijk de gemeenschap bereiken door traktaten. En we hebben allerlei middelen hier op het zendingskantoor. We hebben bijvoorbeeld boeken. We hebben lessen, gezondheidslessen, bijbellessen. Met al deze traktaten kunt u naar mensen toe gaan om ze het woord te brengen van Jezus Christus. Bovendien heeft u ook nog een voorrecht om de prioriteiten. U weet, prioriteiten is mijn ding geworden. En dat blijf ik promoten. En ik geloof dat er mensen ook zijn die de prioriteiten, dat ze blij zijn dat de prioriteiten er zijn. Ik heb een aantal abonnees, maar ik zou graag willen dat er meer mensen zich aanmelden, zodat u op tijd, en weet u, ik verstrek ze per kwartaal. Zoals bijvoorbeeld dit kwartaal is afgelopen, dan volgt heel gauw voor het nieuwe kwartaal. En dan geef ik u alle drie nummers. En dan heeft u de gelegenheid om altijd via mij te bestellen, misschien wat makkelijker voor u die werkt, dat u niet zo gauw naar het zendingskantoor kunt komen, dan wil ik ze voor u bemachtigen en u desnoods, als het mogelijk is, het thuis voor u brengen of dat ik het ook de Sabbat hier aan u geef. Ik heb ook dat we weten, omdat het Global Youth Day is, dat we extra wat gaan doen naar deze mensen toe. En dan is het niet alleen zeggen, je gaat met de Bijbel of je gaat het woord brengen. Maar als er wat is te doen, misschien komt u thuis bij iemand die ziek is. Dat u wat doet voor die persoon. Bijvoorbeeld, misschien heeft de persoon niks te eten daar. Dat u wat kunt koken, het huis een beetje op orde zetten. En u begrijpt het, u weet het. Toch? Het is wanneer tekau fadona peti, dan ga je die koe niet laten zetten wanneer de Sabbat voorbij is, ga ik hem halen, want daar is hij al verdronken. Maar het is goed te doen op de Sabbat en daar wil ik u zeker aanmoedigen. En we zijn nu in een periode waarbij we wat makkelijker misschien naar de mensen kunnen gaan. Want bovendien hebben we dat God is onze beschermheer. Toch? Als we goed doen, gaat de Heer ons beschermen daartoe. Ik heb ook nog voor u andere boeken die heel belangrijk zijn voor u. U heeft bijvoorbeeld lessen uit het leven van alle dag. Tegenwoordig, ik heb gezien dat het nou in een hele mooie omslag komt met heel veel mooie tekeningen. Mooie foto's. En dat maakt hem heel aantrekkelijk. We hebben gezien De Weg naar Christus. Het is een veelgelezen boek dat u ook kunt geven aan mensen. Vele mensen die dit boek hebben gelezen, die hebben zich eigenlijk
die zijn een ander leven gaan leiden. Die hebben gezien dat God daar tot ze spreekt. Natuurlijk moeten we de Bijbel nooit aan de kant zetten. De Bijbel is en blijft onze gids. En dan hebben we dat boek van dat we nu ter hand willen nemen, is het boek De Weg tot Gezondheid. U weet, er wordt tegenwoordig veel gesproken over gezondheid. Zijn we ons van bewust dat we werken, daadwerkelijk werken aan een goede gezondheid? En weet u, wanneer ik over gezondheid begin te praten, dan denk ik aan de basis. Dan denk ik aan mijn kleine, aan mijn baby's, die het beste moeten ontvangen. Die borstvoeding is zo belangrijk. Toch? En dan wil ik zeggen, als we daar als ouders beseffen dat dat het beste is voor een goede gezondheid, dan zijn we goed op weg. Daarom moeders, aanstaande die zij nog moeder moeten worden, denk eraan. Borstvoeding is de beste voeding. Ja toch, zuster Mentor? Zuster Mentor, breastfeeding is de best feeding voor je baby. Amen. En dan heb ik eigenlijk nog een boek die ik wil aanbevelen aan vooral de vrouwen. En dat is het boek Feeling Good. Het is speciaal eigenlijk voor deze week tot en met 18 maart. Kunt u het krijgen bij het ZDA-kantoor, bij Yadpa. En het is Nature Medical Guide. Dat staat alles over wat vrouwen aangaat, dat je daar in de natuur een oplossing vindt. In de natuur, God heeft de natuur gesteld dat we er gebruik van maken. En ik mag u zeggen, ik geloof in die natuur. Ik weet, ik werk met die natuur. Voor zij die het nog niet weten, een paar weken geleden heb ik mijn broer zijn been zou afgezet worden. Ik heb de dokter gevraagd, dokter, geeft u hem 2 dagen naar huis. En zuster, mijn broer kan vandaag rondlopen, hij heeft zijn been niet verloren. Want toen ik de dokter zeg, 2 dagen maar, u moet hem terugbrengen. Ik zeg, ik breng hem na die 2 dagen terug. En toen ik hem na die 2 dagen terugbracht, zegt de dokter, mevrouw, u mag hem meenemen, u heeft de medicijn. Ik hoef hem niet meer op te nemen. En ik dank God voor zijn natuur. En laten we daarop vertrouwen, laten we geloven, laten we die natuur proberen. Want soms mensen die denken dat die medicijnen wat de dokter geeft, dat eigenlijk, zeg maar, die chemische dingen die allemaal, die horen niet in ons lichaam. Maar laten we danken dat we God kennen en dat hij ons richtlijnen, heeft ons adviezen gegeven in de boeken. Zo is er bijvoorbeeld de weg tot Christus, de weg tot gezondheid, maar er zijn ook heel veel andere boeken die het hebben over gezondheid. Dus lieve broeders en zusters, ik wil u adviseren, als u nog niet bent begonnen, ga er tegenaan en vertrouw op God en vertrouw op de natuur. Alsjeblieft. Dank u wel, zuster. Ook van mijn kant een gezegende Sabbat. Laat me mij haasten u voor te houden dat vanaf 3 tot 17 april er een lezing gaat zijn dat gebracht zal worden door pastor Ruel Blackman. Weet u verzekerd van dat u mensen uitnodigt, ze op de hoogte houdt, want evangelisatie is implementeren van je geloof, overtuiging. Zoals broeder Lorenzo heeft aangegeven, de werking van jouw geloof dient zich te manifesteren in het juichen, het aangeven, het uitnodigen, enthousiast zijn over je overtuiging. Je kan nooit
en te nimmer, zeg ik ook, geloven en je zegt, je hebt geen vrienden. Je zegt, daar heb je het verkeerd, het is aan het verkeerd adres van God. Zeg nooit, nooit natuurlijk, maar wat je wel moet weten, dat indien gij gelooft, een van de primaire taken zijn, mensen bekend te maken met het evangelie. Laat me mijn bril even op. Nog niet. Ja. U bent evenzeer geroepen tot de genade. De genade is daar. Maak je aanspraak erop. Als we kijken naar het heel verlossingsplan, kan je niet overgeslagen worden, niet waar? Evenzeer bent u geroepen tot evangelisatie. Zeg, ik kan dit niet, ik kan dat niet, want dat is al achterhaald. In feite zeg je, ja, maar, en dat komt van Satan, dat weet u toch? Ja, maar, toen Eva verleid werd. Ja, maar, dat was antwoord, tegenovergestelde dat de Satan voorhield. We kunnen niet blijven staan en kijken naar anderen en niets doen. Is geboden dat het geloof een dynamische zaak is. Het geloof zonder werken is dood. Op een gegeven moment denk ik aan de tijd van toen, de apostelen door de druk, door de vervolging uiteengeslagen waren. Dan zien we de pandemie ook zo'n beetje zo'n rol hebben. De economische toestand, toch? Zij hebben toen ten bloede toe gestreden en manieren gevonden om te evangeliseren. U hebt die vervolging niet. U heeft echt die vervolging niet. U kunt vandaag stappen ergens en u gaat zien hoe ontvankelijk men is voor het evangelie. Men wil graag luisteren. Gegeven ook die druk van nu. En wat doen wij? Implementeren we ons geloof? Het geeft niet dat we maar zitten en zitten. We zien dat steeds wel toegegeven moet worden dat aanvulling plaatsvindt. De kerk wordt meestal nu wel gevuld. Het zijn degenen die aansporen tot evangelisatie. Die aansporen toch de kerk te bezoeken. Het is voor een ieder die gelooft. Het evangelie moet voorgaan in de harten. Begrijpt u dat? Het evangelie moet voortgaan in de harten. In jou ati amus desotaki jou verlang voor evangeliseer. Anu mag deso tak is dom. En vooral zij die minder ervaring hebben, we gaan van de jongeren uit, dat zij werkelijk zich laten leiden, ondersteund door ouderen, door de geest van God, door de Heilige Geest. We weten dat zij eerder vatbaar zijn voor de verleidingen. Ja toch? Omdat ze weinig ervaring hebben. Laat het zo zijn, lieve mensen, dat wij strak blijven. Primair te evangeliseren. U wordt de tools aangereikt. U moet er duidelijk daarvan gebruik maken.
Wanneer we hier komen, weten we hoe wij daar waren. De Bijbel spreekt van, we waren naakt en jammerlijk. De dingen die we zeiden, de dingen die we deden, de manier hoe wij ons hebben opgesteld toen. Maar nu bent u aangetrokken tot het licht. Zult u het licht onder de korenmand zetten? Nee toch? We gaan uittrekken. Het zij individueel, het zijn twee aan twee. We gaan moeten uittrekken. Eerst volgende week, dan komen we weer met een paar van die traktaten die wij gaan uitreiken aan u. Verleden week was het, vorige keer was het Vrouwendag. Een paar van de mannenbediening hebben zich de stoute stoelen aangetrokken en zijn gaan evangeliseren. We hebben zo'n zeg maar 50 tot 60 van die signs uitgedeeld en misschien een 40 tot 50 van die prioriteiten. We hebben niet gezegd, we gaan zitten, we gaan wat doen. En liefst in die buurt waar de kerk is, dat ze moeten opmerken dat inderdaad hier de Zevendaags Adventistenkerk gevestigd is. Ik dank u voor uw aandacht en geef dat we sterk mogen uitkomen voor Koning Jezus. Amen. Zullen we eerbiedig zijn? Trouw Vader in de hemel, dank u wel voor de overlevering aan ons bewezen als gelaten, als nagelaten, als naslagwerk, als ondersteuning voor ons, zodat wij niet vreemd hoeven te zijn of te kijken hoe wij zaken moeten aanpakken. Dank u wel voor die kracht, Vader, en geef dat uw geest ons mag blijven leiden om uw grote zoons naams wil. Amen. Nog even een tussendoortje. We hebben ons gericht op de jongeren, maar ik wil me even richten tot de ouderen, de oudsten onder ons. Vandaag is zuster Cree jarig en we willen God bedanken voor haar leven. En eigenlijk moeten we zeggen, als we iets teruggaan, is broeder Brandon begin van de maand 75 geworden. En ook bedanken we de Heere voor de zegeningen die hij heeft mogen ervaren. En dat u verder in gezondheid mag doorgaan. Dank u wel. Broeder, straks voor de, voordat u weer begint met zingen, wil ik u vragen om een lied voor zuster Cree. You know, die miere juffrouw. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsflits in beeld. Mijn naam is Steven Tulop en vandaag ben ik uw presentator voor Nieuwsflits voor Sabbat 5 maart 2022. Vrouwengebedsdag 2022. Op Sabbat 5 maart vieren wij of gedenken wij Internationale Dag van de Vrouw in onze verschillende gemeenten. En op deze speciale dag willen wij stilstaan bij de positie van de vrouw. En natuurlijk maken wij er een gebedsdag van, omdat we graag lotsverbetering willen hebben onder de vrouwen. Dit jaar zullen wij in het bijzonder bidden in onze verschillende kerken voor vrouwen die slachtoffers zijn van mishandeling, voor vrouwen die geen gelijke onderwijskansen hebben
en voor analfabetisme onder vrouwen en nog veel meer. Zo, dit alles gebeurt op Sabbat 5 maart 2022 en ik nodig u uit om een van onze kerken te bezoeken om ook deel te zijn van deze geweldige ervaring. Breaking the Evangelistic Glass Ceiling, 2-on-2 voor meer dan 2 in 2022. De Footprints of Hope campagne is ten einde. Het goede nieuws en alle belangrijke Bijbelse onderwerpen zijn met kracht en overtuiging gepredikt over de hele wereld door pastor Glenn Samuels. Dit had als resultaat dat 4120 zielen toegevoegd zijn aan de grote Adventfamilie. Wij bidden natuurlijk voor een goede nazorg en laten wij massaal ook bidden en werken in voorbereiding op de lezing in april met pastor Roel Blackman. Gebedsbediening. War Room 597. U hoort het al aan de naam. War Room. Het is een kamer waar er heel veel strijd geleverd wordt in gebed. Dit is afgelopen woensdag van start gegaan. En met dank aan alle participanten en bovenal aan God is dit een overweldigende gebedservaring geworden. Op dit platform komen leden uit verschillende kerken elke woensdag om 5 uur 's morgens samen via Zoom om hun hart uit te storten in gezamenlijk gebed. De bedoeling is dat wij ons richten op Bijbelse onderwijs en veel meer bidden in kleine groepen. We willen met deze gebedsbeweging gebedsgroepen aanwakkeren in alle gemeenten en geloven nog steeds dat wij alleen door het gezamenlijk gebed ware opwekking zullen ervaren. Allen die samen willen bidden zijn van harte uitgenodigd en mogen vrijblijvend contact opnemen via WhatsApp met de gebedscoördinator zuster Unica Tulp op het nummer 8855993. Vacature. Op het hoofdkantoor van het kerkgenootschap der Zevendaagse Adventisten in Suriname is er plaatsingsmogelijkheid voor een administratief medewerker of medewerkster. U kunt de vacature vinden via Nieuwsflits app, maar ook op Facebook, zodat u de functie-eisen en de voorwaarden ook kunt nalezen. De gezondheidslessen. We hebben de planning om de gezondheidslessen te belichten en instructievideo's te produceren om u op weg te helpen om deze lessen effectief te gebruiken. Wij vragen uw ondersteuning hierin en kijken samen uit naar de lezing in april met pastor Roel Blackman. Als u meer dan 5 mensen hebt kunnen voorzien van deze lessen, krijgt u van de Surinaamse zending een t-shirt met als opschrift 2-on-2 voor meer dan 2 in 2022. Nou, wil je welkom leren bij een nieuwe aflevering van Nieuwsflits in beeld. U krijgt de nieuwsberichten voor Sabbat 12 maart 2022. President Santokki was te gast op de Veritas School. President Chandrika Prasad Santokki was afgelopen maandag te gast op de Veritas School van de Zevendaagse Adventisten aan de Nieuwweg gevonden weg. In het kader van de Nationale Voorlees- en Verteldag. De Nationale Voorleesdag is sinds 2002 in het leven geroepen door Stichting Lezen. Het doel is de kinderen op al heel jonge leeftijd gewend te laten raken door elke dag een beetje te lezen of dat hen wordt voorgelezen. President Santokki bemoedigde de leerlingen aan om zoveel als mogelijk onderwijs te genieten en zo kennis te vergaren. Hij wenste ze heel veel succes verder toe. Vermeldenswaard is dat de gebruikelijke maandagmorgen gebedsdienst, welke elke maandagochtend gehouden wordt op het kabinet van de president, deze maandag op de Veritas School gehouden is. En pastor Gino Emanuelson ging voor in de overdenking en het schoolhoofd, juffrouw Petra Burrezorg, die deed een speciaal gebed voor de president tezamen met de leerlingen van de school. Ook de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Innovatie, minister Saskia Walden, was erbij en vertelde hoe zij als ex-leerlingen van de school het heeft ervaren op de Veritas School.
Wij danken de Heer voor deze speciale dag waarbij voornamelijk mannelijke rolmodellen hebben voorgelezen aan onze kinderen. Vrouwengebedsdag 2022. In de verschillende kerken is deze dag een succes geweest, waarbij ook niet-adventistische vrouwen erop zijn afgekomen. De vrouwen hebben elkaar aangesterkt en zeker in het bijzonder zijn ze aangemoedigd om nog meer aandacht te besteden of te schenken aan hun gebedsleven. Wij danken alle vrouwen en natuurlijk de vrouwcoördinatoren voor hun inzet en aan ieder die heeft mogen participeren aan dit geweldig programma. Het thema was bidden in de eindtijd. Evangelisatie. Het thema van de campagne die van 3 tot en met 16 april wordt gehouden is waarheid voor vandaag, hoop voor morgen. Dit wordt onder leiding van pastor Roel Blackman gedaan. Sabbat 2 april is ook gebedsdag voor de Wereldkerk en wij moedigen iedereen aan om samen met ons te werken en te bidden naar deze periode toe. Een bericht vanuit het Vrouwenbedieningsdepartement. Zuster Judith Blackman, onze vrouwencoördinator, mocht op 8 maart jongstleden tijdens de viering van de Internationale Dag van de Vrouw Safira Bouterse ondersteunen bij de opening van de Hadassah-kantine te Santo Polder. Safira werd lid van onze gemeente op 1 januari 2022. Zij bakt zelf de broden en alle andere snacks die aan de man worden gebracht in deze kantine. Wij danken God voor de bijdrage welke gegeven kan worden aan deze jonge alleenstaande moeder. Global Youth Day 2022, Loving the Forgotten. Nog 10 dagen te gaan en dan is het zover. Bent u al bezig met uw voorbereidingen? Is alles op schema? Blijf niet achter en wees de handen en voeten van Jezus en laat ook uw gebed zijn, stel mij tot zegen. We kijken uit naar de foto's van de verschillende projecten die de kerken verricht hebben op deze bijzondere dag. Padvinderij. Alle gekozen avonturieren, padvinder en meestergidsen directeuren en hun assistenten voor het jaar 2022 worden opgeroepen voor een vergadering op zondag 13 maart 2022. Op deze vergadering zal het jaarprogramma worden besproken en het aangepast curriculum worden gepresenteerd. Uw aanwezigheid is vereist. Plaats zendingskantoor om 9 uur. Inwijding computers in de mediatheek van de Veritas School. Afgelopen donderdag 10 maart 2022 heeft de officiële ingebruikname van de gedoneerde computers op de Veritas School plaatsgehad. Dekker Petroleum heeft een computerproject gefinancierd van $20.000 voor zowel de Veritas als de Iporoma School. In aanwezigheid van de voorzitter van de Surinaamse zending, pastor Edward Blackman, die de overdenking en, het inwijdingsgebed deed, mochten de aanwezige leerlingen getuigen zijn van dit heugelijk moment. Wij hopen dat onze kinderen nu meer toegang hebben tot de nodige informatie voor hun verdere vorming. Gebedsdag de Iporoma School. De Iporoma School heeft afgelopen woensdag ook de jaarlijks terugkerende gebedsdag gehad voor de leerlingen. Het thema dit jaar was Gods voorzienigheid. Een groep leiders is vanuit de stad vertrokken om ook te participeren aan dit mooi programma. Wij hopen dat de kinderen ook door middel van de Bijbelse verhalen van Gods voorzienigheid kunnen vertrouwen op de Heere dat Hij altijd voor hen zal voorzien. Dit waren de berichten voor Nieuwsflits 12 maart 2022. Wij kijken uit naar de volgende aflevering van Nieuwsflits in beeld. Een gezegende Sabbat verder. Het is nu tijd voor onze lofprijs, maar alvorens wij daartoe overgaan, willen we even zingen voor oma Krege en broeder Brandon. Memre da bondigado, benduyo. Gefeliciteerd broeder Brandon, oma. Gefeliciteerd. Memre da bondigado. Memre da bondigado, benduyo.
Bemreda bundi garo bendu yo. Bemreda bundi garo. Bemreda bundi garo. Bemreda bundi garo bendu. Abengi ufu. Abengi ufu. Voor deze sessie is Weet het heel zeker, Jezus is mijn. Nu 53 uit uw gezangseans. Weet het heel zeker. Weet het heel zeker, Jezus is mijn. Oh, wat een zegen. De zijne te zijn. Hij gaf zijn leven voor mij aan kruis en brengt mij straks in zijn paradijs. Dit is mijn vreugde. Dit is mijn vreugde. Ben u zo blij. Jezus mijn
Verandert nooit. A name I love to sing. I love to sing His word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus because He first loved me. Name
me of a Savior's love. It tells me of a Savior. Who died to set me free. Who died to set me free. It tells me of His precious blood. It tells me of His precious blood. The sinner's love. Perfect plea. The sinner's perfect. Oh, how I love Jesus. My deepest woe. Who in each sorrow bears a part. Each sorrow bears that a none part, can bear below. That none can bear below. Sing, oh, how I love Jesus. Come on, sing, oh, how I love Jesus. Sing, oh, how I love Jesus. Because zo verlangt mijn ziel naar u. Ons laatste nummer voor vanmorgen is: U alleen bent mijn kracht, mijn schild. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding, onze aanbidding moet alleen voor Jezus Christus zijn. Vandaag, morgen. Bidding is for you.
Wij gaan nu over naar onze schriftlezing. En onze schriftlezing is genomen uit Deuteronomium 4, 6 tot en met 9. Deuteronomium 4, 6 tot en met 9. Hoor, als u het hebt, hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Want ik, uw hele gebied, zal in uw hart zijn. En gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u één voor hoofdbanden tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Wij gaan dan gelijk over naar het pastoraal gebed. Als wij allen eerbiedig kunnen zijn, als u kunt knielen waar u zo kan. Als u op uw knieën kunt gaan, als u nu kunt. Maar neemt u een mooie en comfortabele positie, zodat wij naar God toe kunnen bidden. Trouw Vader in de hemel, wij bedanken u voor het moment van het pastoraal gebed. Op dit moment willen we speciaal bidden voor het woord. Het woord die aan ons zal worden gepresenteerd. Wij bidden dat het woord ons zal voeden. Dat het ons zal zodanig zal voeden dat wij gevuld zullen zijn vandaag, o Vader. Vader, wij willen speciaal ook bidden voor de predikant die vandaag voor ons zal spreken. Pastor, mentor. Vader, wees u met hem. Wees u ook vooral met zijn familie. Wees u met ieder die rondom hem is. Wees u met zijn gehele familie. Mogen ze de mentoren zijn binnen onze mooie kerk, o Vader. En mogen ze ons blijven versterken. Mogen ze ons ook blijven zegenen, o Vader. Vader, wij vragen u dat u ons zal versterken als gemeente, als centrumgemeente. Wij bidden voor degenen die niet hier zijn, degenen die voor wat dan ook naar reden waar ze dan ook zijn. Wij bidden voor ze omdat u ze versterkt. Wij vragen dat u uw Heilige Geest naar ze toestuurt en ze ook versterkt. Wij bidden vooral voor degenen die ook wij een tijdje niet hebben gezien binnen de gemeente. Mogen u ze ook terugroepen, o Vader. Wij vragen u om uw kerk blijven te zegenen. Wij bidden ook voor de vele chaos die in de wereld is op dit moment. Maar wij weten dat wij naar u kijken, o Vader. Wij weten dat wij Jezus Christus hebben. En als wij op Jezus Christus gefocust zijn, dat niets en nimmer ons zal deren, o Vader. En dat wij ook voor niets bang hoeven te zijn. Mogen u ons blijven zegenen als gemeente, als familieleden, als broeders, als zusters. Mogen u ons blijven zegenen in de liefde die u ons hebt gegeven. In Jezus' naam. Amen. Zusters, een gezegende Sabbat ook van mijn kant. En vandaag ziet u ons hier als panelleden zitten, waarbij we een predikant in ons midden hebben, die dus ons theoretisch zal ondersteunen bij hetgeen we tot u zullen brengen. Vandaag staat in het licht van onderwijsbenadrukking Sabbat, waarbij we dus zullen kijken naar de verschillende aspecten van ons Zevendaags Adventisten onderwijssysteem. Nou, in Suriname kennen we de EBG-scholen, de katholieke scholen, we kennen de stichting Scholen met de Bijbel en ook andere scholen. Maar vandaag willen we dus speciaal aandacht besteden aan
het Zevendaags Adventisten scholensysteem. Dus een panel samengesteld van mensen die dus bekend zijn met het onderwijssysteem, het Zevendaags Adventisten onderwijssysteem. En ze zullen dus het een en ander met ons delen, maar vooral ook bijzondere informatie die heel belangrijk is voor ons om te weten. Nou, om even wat context te geven aan wat u zult, wat u zich moet voorstellen als u denkt aan ons Zevendaags Adventisten onderwijssysteem, kunt u denken aan ons primair onderwijs, welke dus de lagere scholen inhoudt, waar we kunnen denken aan ruim 6621 scholen wereldwijd. Ons secundair onderwijs, welke dus te maken heeft met de middelbare scholen, kunt u dus denken aan 2713 scholen wereldwijd. En we hebben dus ook 118 universiteiten of hbo-opleidingen die we wereldwijd hebben. Dus toch wel heel bijzonder, omdat onderwijs toch wel het vervoersmiddel is van onze ontwikkeling. En trouwens in elk land. Vandaar dat we dus vandaag aandacht willen besteden daaraan. Nou, ik heb dan de eerste vraag die ik ga stellen aan onze panelleden. En dat is, wie bent u en wat is uw rol als we dus denken aan ons onderwijssysteem, als we het hebben over onze Zevendaags Adventisten onderwijssysteem? Dan wil ik het woord geven aan Pastor Mentor, die ik alvorens hij begint heel hartelijk welkom wil heten, tezamen met zijn vrouw, zuster Listra Mentor. Ik heb hem meegemaakt als kleine jongen in de padvinderij. Later ook toch wel af en toe. Maar ik weet dat deze broeder zijn hart op de juiste plek heeft. En dat hij dus ook is verbonden aan een van onze onderwijsinstellingen in Trinidad en Tobago. En dus vandaar dat hij dus vandaag ook deel is van onze panel. Pastor Mentor, gaat uw gang. Zegende Sabbat iedereen. Volgens mij heb ik voor het laatst hier in deze gemeente gesproken bijna 30 jaar geleden. Dat, ja, we zijn 23 jaar weggegaan. En ik volgens mij de eerste 2 of 3 jaar van de tijd dat ik hier was, was ik predikant hier. Daarna ben ik hier, daar en overal gegaan. In de andere gemeente. Maar ik ben pastor mentor, zoals broer Lucas het zei. Ik ben eens wel eens predikant van de centrumgemeente geweest. Ik ben ook jeugdleider bij de Surinaamse zending geweest. En momenteel ben ik de senior pastor bij de San Juan District of Seventh-day Adventists in Trinidad en Tobago. Ik geef ook les op de University of the Southern Caribbean. En ik ben ook ondersteunende kracht bij de overheid van Trinidad en Tobago, wat het gaat over registratie voor universiteiten in Trinidad en Tobago. Dus op dit moment, zoals je zei, ben ik bezig met het geestelijke opvoeding van Zevendaags Adventisten. Ben ik ook bezig met de gewone onderwijs. En ik ben ook zo'n beetje ook betrokken bij het lijngeven en hoe het allemaal gaat met tertiary education daar op Trinidad. Dank u wel voor uw antwoord. Zo ga ik aan de rechterkant van mij en zie ik broer Jonathan Blackman zitten. Broer Jonathan Blackman, we willen dezelfde vraag ook aan u stellen. Wie bent u en wat is uw betrokkenheid in het onderwijssysteem van de Zevendaags Adventisten geweest of nog steeds? Zo, goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben Jonathan Blackman en ik ben eigenlijk als student, zeg maar, heb ik eerst kennis gemaakt met een christelijk onderwijs, in het bijzonder zeg maar Adventisten onderwijs. Ik ben op de lagere school geweest in Trinidad, de Marcus SD School, waar ik lid heb mogen zijn vanaf de eerste klas tot en met de 5e klas. En later ook op een latere leeftijd ben ik geweest als student op de University of the Southern Caribbean,
waar ik een bachelor heb gedaan, een master heb gedaan en ook ongeveer 3 jaar heb gewerkt. Dus ik heb toch wat ervaring, zeg maar, in die sfeer. Dank u wel, dank u wel. Nou, dan gaan we naar een van onze stomvoeters die dus heel veel kennis heeft over ons onderwijssysteem, vooral als het gaat om ons onderwijssysteem in Suriname. Broeder Charles Elshot, welkom ook als lid van onze panel vanmorgen. En we willen ook dezelfde vraag aan u stellen. Wie bent u en wat is uw betrokkenheid geweest of nog steeds misschien bij het onderwijssysteem van de Zevendaagse Adventisten in Suriname? Grand Tangi, want Nanga Sisa, Miss George Hendrikus Elshot, Gro Iniwang, Famiri Fu, Churchisma, Adventsma, Mima, Ben Troubaka, Bikami Pade de Fruku. Tide, Nawang Tumsi Grand, Okasimi Abi, Futakina ini tutong isabiton na afasi fu communiquer na ausrevi srana abi wan prinsipari sani takina na air caribbean wetak moroton legi ala den trawa so tide sami wan chako na fesi na fa abidin afes piscina wi en a wi na den libisma na natuurlijke bron fu ala sani Sandena Goron Tapu Fagado Bemekwi. Wi. Sumare de Smadati. Carmen Faleward. So Antunu Mwan Potuta Wan Pussel Fu Tamprak Seri and Fu Opo I Kring Want Wa Huiswerk De. Carmen Faleward. Agnes Slachtant. Freddy Falwa Smit. Freddy Thompson. Nita Maatstaf. Mildred. Keteldijk, Trouw de Node Morine in Akondre, Joyce van Engel, Jeanette Falwa Smit, omdat hij teme kardenen die zie, dan moet de na in PC Jones no fileer sabi, zeide mi takso. I abi familie Korendijk, dat want aki Leslie, nanga en Uma. De abi den familie Jensen, Amiri Brandon, alle deze mannen hebben abden pispisi na ini na basisonderwijs, we krijgen bijzonder onderwijs der zevende das Adventisten. Om George bedankt voor die introductie. En u ziet het, heel enthousiast om George, ready guno a info, omdat we die informatie nodig hebben. Oom George, maar we komen zo meteen terug bij u, omdat we toch nog enkele kleine vragen hebben die we dus gaan stellen voordat we dus die historie ingaan die u dus ons wilt aangeven. Nou, panelleden, begin ik bij broeder Jonathan Blackman. Wat is christelijk onderwijs en is er een basis voor dit concept als je dus zo eraan denkt aan hoe je bekend bent geworden met christelijk onderwijs. Christelijk onderwijs, wat heeft het voor jou betekend? Wel, als ik terugdenk op de lagere school, toen ik in Trinidad als kleine jongen naar school ging, mag ik wel zeggen dat ik heel veel heb genoten. Ik zat op een school die eigenlijk op campus zat, dus eigenlijk een beschermde omgeving. Ik zat op een school waarbij meer dan ongeveer 80% van de leerlingen Adventisten waren. Dus je vrienden, je vriendinnetjes waarmee je naar school gaat, de mensen die zijn dezelfde mensen zeg maar, die je in de kerk ook ziet. Dus die beïnvloeding ook op een leeftijd waarbij jouw hersenen als een spons zijn, waarbij je zo een beetje alles doet wat je ziet, ja. Is het heel belangrijk voor alles jonge als kind. In een omgeving te zijn waarbij die beïnvloeding toch wel heel belangrijk is. Dus ik heb eigenlijk daar al mogen genieten van invloed zeg maar qua christelijke onderwijs. En ook op een latere leeftijd toen ik van Suriname vertrok. En
Ik zat toen op de middelbare school, weet je, geen, het is een openbare school hier in Suriname. En ik moet wel meegeven dat ik daar een geestelijke, een minpunt had in mijn leven, toch? De 3 jaren die ik daar zat. En ik denk dat mijn vader het zag. En ik was van plan naar ADEC te gaan en daar, weet je, met dezelfde vrienden verder door te stromen naar school. Maar mijn vader kwam een keertje naar me toe en zei, Jonathan, wil je niet naar USC gaan? En ik had eigenlijk USC helemaal niet in mijn hoofd. En ik heb erover nagedacht, ik heb erover gebeden. En God heeft toch wel geleid daarin dat ik daar mocht gaan. Alhoewel ik een S-pakket had en eigenlijk en niet echt iets daarvoor was, heb ik toch besloten business te doen. En ik kan zeggen dat ik heel goed, een heel goede ervaring heb gehad op school. Niet alleen qua scholing, want dat is eigenlijk toch wel belangrijk, maar ook qua vorming, qua mensen met wie je in contact komt, die je goed kunnen beïnvloeden, mensen die je, Dus ik dank God voor die ervaring en ik zou iedereen ook aanmoedigen om dat ook te doen. Dankjewel, Jonathan. Pastor, mentor, dan kom ik naar u voor de theologische onderbouwing. Wat is christelijk onderwijs? Is er een Bijbelse basis voor dit concept? Nou, we hebben dat tot zo'n beetje in de schriftlezing gehad, waar God feitelijk met Mozes sprak en hij gaf hem door dat de Bijbel de basis van het onderwijs moet zijn. En feitelijk, als je zelf naar een heleboel andere onderwijs subjects kijkt, dan zie je toch dat je ze kan terugvinden in de Bijbel. Bijvoorbeeld op USC leer ik antropologie, maar telkens wanneer ik les geef, we beginnen met een gebed. En soms de tekstboek is niet door een Adventist geschreven, dus als je daarover leest, dan lees je van miljoenen jaren en de verschillende dingen die daar zijn. En dan heb ik de gelegenheid om mijn standpunt als een christen, als een zevendaags Adventist, bij te brengen. Hoe dat allemaal zit. En voor mij is dat fundamenteel. Het is belangrijker dat men dat weet. En een heleboel van die generaal zijn ze op een Adventist onderwijs institution, dat zijn ze geen Adventisten. Dus om ze dat bij te brengen. Maar als ik terug ga op die vraag. Het onderwijs is feitelijk een samenwerking tussen de familie of dat huis, of het gezin, ja beter. Het gezin, de kerk en de school. In de tijd van de Israëlieten waren ze allemaal hetzelfde. Die kinderen leerden thuis en hun moeder en gaf hun lessen en verschillende dingen. Maar hoe meer we een complexe community krijgen, dan gingen die kinderen uit huis om naar school te gaan. En dezelfde mensen die vaker les gaf in de kerk of in de synagoge, dat waren de mensen die les gaven op de school. En vandaar toen Jezus 12 jaar oud was, ging hij in de synagoge. En het waren de priesters met wie hij bezig was, weet je. Dus Adventist onderwijs is gebaseerd op het feit dat wat er thuis gebeurt, wat die kinderen thuis leren, hetzelfde moet zijn wat ze op school leren. En natuurlijk ook wanneer ze in de sabbatschool komen. Dus ik denk, er moet één lijn getrokken worden daarover. En ik geloof dat is de reden waarom de Adventkerk zoveel geld besteedt aan onderwijs. Overal waar we zijn, tenzij dat land het niet toestaat, zijn er tenminste lagere scholen. Af en toe en vaker nog is er een, hoe heet dat weer, nalagere school, is het? Milo, hè? Ja, daar heb je Milo. En in elk van de unies die we hebben, heb je ook een universiteit. Sommigen hebben meerdere universiteiten. Want we willen die kinderen die Adventisten zijn, we willen hun de gelegenheid geven om binnen een bepaalde atmosfeer, waar God belangrijk is. Ik heb het geluk gehad om 1, 2, 3, 4, op
4 verschillende universiteiten te hebben gezeten. 2 van ze zijn Adventisten en 2 niet-Adventisten. En dan kan je wel zeggen, er is een duidelijk verschil. Er is een heel duidelijk verschil. Ik weet nog eentje in Albany, in New York State. Ik was daar alleen, ik deelde een kamersuit met een vrouw. Het is gewoon, zij had haar kamer en ik had die mijne. Maar het was één suit. Zo gaat dat. Maar als je op een Adventist universiteit in de dorm zit, Jonathan, dat gaat niet, weet je. Dat zijn die kleine dingen die je leert. Niet alleen wetenschap en al die dingen, maar je leert ook wat goed is, wat correct is en wat God van je verwacht. Oh, dank u wel. Jonathan, wil je nog misschien iets zeggen over de invloed die je hebt gezien die het christelijk onderwijs heeft gehad op je medestudenten die geen Adventisten waren? Eén ding dat wel elk jaar gebeurt bij USC is dat ze de jaarlijks of de kwartaal, iedere kwartaal zeg maar, een week of prayer hebben, toch? Sowieso als je in de dorm bent, ben je ook vrijwillig verplicht, zou mijn vader zeggen. Maar je bent verplicht om naar de kerk te gaan, iedere zaterdag. Dus ook zij die geen Adventisten zijn, zij die gewoon, weet je, komen naar school, die moeten ook elke sabbat naar de kerk gaan. En soms zie je iemand komen en de persoon natuurlijk van de wereld en die gedraagt zich op een bepaalde manier. Maar voordat die 4 jaar voorbij is, is de persoon helemaal getransformeerd. En soms heb je wel gevallen waarbij de persoon komt om, zeg maar, medisch te studeren. En iets zodanige transformatie gaat dat hij, weet je, predikant wil gaan studeren en dan dat oppakt. Dus die transformatie is er wel, zoals Pastor Mentor dat zei, onderwijs is toch heel erg belangrijk. En we zien vaak genoeg, ook in de scholen, dat het mensen hun leven letterlijk verandert. Dus die invloed is toch wel heel erg groot. Oh, prima. Voordat we verder gaan, willen we even een video aankondigen. Die zal worden afgespeeld terwijl de offers worden opgehaald hier in de zaal. The Adventist Church was in its infancy, with a membership that was only in the tens of thousands, and yet it had already made ventures into the publishing work and the health work. Despite a small membership, it would soon move into the educational field as well, with a vision far greater than the reality of church life at the time. A school had started in 1868 by Goodloe Harper Bell that was supported locally here in Battle Creek. But in 1872, James and Ellen White would call for the upgrading of this school into an advanced educational institution and also for the denomination to support the school. As guidance for the school, Ellen White wrote Testimony for the Church, number 22, where she developed the fundamental principle of the correlation between the physical, mental, moral, and religious aspects of education. The Bible was not to be just an elective option to study, but was to be infused throughout the whole curriculum, eliminating the classics as the main thrust. Initially, the teachers and administrators struggled to implement what they probably didn't fully understand themselves. As well as making the curriculum Bible-based, there was also the admonition to include a manual labor program. Education was to move away from the Latin and Greek classics and be holistic, focusing on character development and daily reminding the students of their obligation to God to live for Him and be a missionary wherever they were. The focus on manual labor and missionary work is reflected in the early names of these schools: the College of Medical Evangelists, Emmanuel Missionary College, Southern Missionary College, Australasian Missionary College, and Oakwood Industrial School. The purpose was for mission. The name of the school reflected the purpose of the church to train missionaries at home and abroad.
The vision to start a comprehensive educational system would mushroom and grow. Education is such a key evangelistic strategy. The places today where the church is stronger have a strong Adventist educational system that is valued and supported by the members. Education that recognizes it's not just for academic advancement, but that is also evangelistic and redemptive, echoing the words of Ellen White that education and redemption are one. The work of education now encompasses the globe with the largest Protestant school system, but our strength lies not in our size, but in our faithfulness to the original purpose of setting up the educational school system. Practical education with a clear mission focus was the primary motivating factor rather than just academic excellence. Many today do not have the opportunity of an Adventist education. If that is you, then may you be a witness in your school or university like the Waldensians in years gone by. Proverbs says, "Train up a child in the way he shall go, and when he is old, he will not depart from it." Whether it's at Sabbath school, homeschool, or Adventist school, we see that education is vitally important in solidifying what we believe, as well as giving us the skills that we need in life. If you live near a school, then support it. Support the youth who are attending, whether it's financially, through your prayers, by volunteering, by working, or in whatever way that you can. Zo gehaald worden uit Spreuken 3 vers 9 tot 10. En dat staat: Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van mos overstromen. Zullen we eerbiedig zijn? Genadige Vader in de hemel, wij danken u dat wij wederom een Sabbatdag voor u kunnen offeren. O Heer, wij vragen u dat u degene die gegeven hebben ook mag zegenen en ook degene die niet konden geven. Zo Heer, mogen de tienden de gaven voor hun doelen bereiken. In Jezus naam. Amen. En we gaan naar broeder Elshot. Oom George, vertelt u ons, het waren 3 dingen. Wie, waar, wanneer en hoe gaat u gaan? Ik heb zo even enkele... Paliwaarde. Ik heb opgezomd Agnes Slachtand, Freddy Thompson, Freddy Anita Dieter. Ik noem ze bij een meisjesnaam, zodat u wel genoeg werk heeft om te verzetten. Na dit programma wens ik en ik verlang dat er een dusdanige informatiestroom komt om een bijzonder video van het Adventistisch onderwijs te maken voor Suriname. Het begon met de komst van dominee Jan Brinkman, een Nederlander. Hij is de 3e voorzitter van de Surinaamse zending geweest. En hij heeft een dorp aangedaan aan de Marowijnen, genaamd Erewarte, nog steeds de naam. Veritas School is gekomen vanuit de splitsing van de Mama Kerk, dat is de Centrumkerk. 3 vrouwen zijn daar in de voorhoede geweest. Emabel
Belvoir, later Davis getrouwd, Annette Belliot, Gerardina Grando, die hebben zich afgesplitst met hun kleine kinderen en zijn daar begonnen met een filiaal kerk aan de nu weer gevonden weg. Niet te vergeten Kampu. Kampu is verder bovenwaarts de Marowijnrivier. En Johnson Heymans, wat u nog hier ziet achterin, de kerk, daar heeft Johnson Heymans school gestaan. Mevrouw Johnson Heymans was een van de pioniers van ons werk in Suriname en naar haar werd de school genoemd. Verdere informaties. Veritas School heeft als eerste leerkracht en schoolleiding gehad Agnes Slachtaan, bij u bekend als Spiroti. Ze is getrouwd met Max Spiroti. Daar was er een locatie bij familie Pengel, Esseline Pengel, waar ze gewoond had. En daar mocht de kerk huren. Het was 10 meter lang en 4 meter breed. En daar werd er zowel kerk als school gehouden. Dus eerst kerk en daaraan sluitend school. Het ging zo dat op zondag, woensdag en sabbat kerk was. En in die andere dagen natuurlijk school. En telkens was er wisseling van de wacht, schuiven van banken en tussenschotten. Ik breng u stapvoets naar Irrewarte. En eigenlijk is dat dorp het meest gezegende dorp van heel Suriname wat het Adventisme betreft. Er is geen enkel dorp dat zo emotioneel, zo financiële middelen is gezegend en bevoorrecht als het dorp Irrewarte. Na dominee Jan Brinkman had je Van Lakerveld, je had Nart en je had Weisman. Al deze mensen hebben tijd en moeite besteed om Irrewarte staande te houden. Een riem onder het hart voor de leerkrachten en de scholenleiding en de Surinaamse zending tot op dit moment. Het is niet een eenvoudige zaak. Daar had je Anita Maatstaf, Joyce van Engel, Jeanette Valois-Smit, die waren de drie die begonnen met ondersteuning natuurlijk van de evangelisten in die tijd. Dat waren Marius van Engel, de vader van Frank van Engel, broeder Leonard Uitenwerf, Elsie en Luans vader, broeder Siegfried Heinz, kom niet in de war met Siegfried Pengel, maar Siegfried Heinz, dat waren sterk gebouwde mannen die dit dorp ondersteunden met evangelisatie. Hun standplaats was Albina. Maar de school was gevestigd op Irrewarte. En er was geen weg ernaartoe, dus het was een waterweg. Elke morgen werden de mensen gebracht, de leerkrachten naar de school en van school weer naar huis. In de beginfase van Advent onderwijs was het een onderwijs gesponsord door leden en donaties vanuit het buitenland. Hoort u dat goed? Alle leerkrachten werden betaald door de Surinaamse zending der Zevende-dags Adventisten. Een opmerking. Kijkt u uit en heel spoedig naar dit moment weer. Een moment van offervaardigheid. Anders zal de school of de scholen die wij nu hebben het niet verder bedruipen vanwege de dringende omstandigheden van die overheid. Ik hou het daarbij. Kampu. Kampu is een school geweest. Ik zie een pupil hier van Kampu in het rood daar in het midden. Haar vader en haar moeder die hebben les gegeven in Kampu. Dat is bovenwaarts de Marowijnrivier op. En dat is Leslie en Eline Korendijk. Die mensen hebben briljant werk, pionierswerk
en whatsoever werk gedaan. Schooltuin. Eruarte heeft zich gekenmerkt met de beste proef- en schooltuin die er was in dat heel district. Eruarte, Lakerveld, Naard, Reinie, Rooseval, daarna Herbert samen met haar man toen, Boys, de gezusters Gilaard. Het zijn allemaal Armand Burgzorg vooral. Er was daar een bakkerij en brood werd geleverd naar de Franse kant en heel Albina. Dus Eruarte is een dorp van zoveel zegeningen op elkaar. En we zijn de Heer dankbaar dat Eruarte nog bestaat. Maar ik kan u zeggen, het is niet eenvoudig. Ik breng u terug naar Veritas School. 10 meters lang. Dat is tegenover mijn ouderlijk huis. Ik hou van gebaren. 10 meters lang, 4 meter breed. En daar had je parallelklassen. En daar werd er onderwijs gegeven onder leiding van zuster Agnes Slachtan. By the way, ze nicht van mij. Veritas School heeft gekend Tellicht, dat is die Carmen Vallewaarde, Anita Maatstaf nu, Freddy Thompson, Freddy van Akseldongen, en de mensen die nu zijn, daar heb ik niet meegemaakt. Maar op de valreep heb ik meegemaakt zuster Cotino, die getrouwd is met een L-shot. Zij heeft qua protocol, overdracht van protocol. Dat is de overdracht van ene persoon naar de andere persoon, in bijzijn van getuigen, weet ik dat haar overdracht nog altijd heel in top is met documentatie. Ze heeft het gedaan aan haar opvolgster, ze heeft het gedaan aan de voorzitter van de Surinaamse zending, en het is open en bloot. Ik benadruk dat dit stukje belangrijk is voor het voortgaan van ons onderwijs. Protocol van overdracht. Weet wat je overdraagt. En de continuïteit van wie overneemt. Johnson Heyman School werd ontmanteld vanwege de financiële omstandigheid, maar ook vanwege een moreel geval. En dat is die school hier achterin. Wat wij hadden, de locatie wat u ziet, was in een L-vorm. En dat was de Johnson Heyman School. Ik laat het hierbij, maar ik heb genoeg namen voor u genoemd. Ik heb genoemd Glenn van Brussel, Carla van Brussel. Leer weten wie die mensen zijn. Leslie Korendijk, Eline Korendijk, Agnes Perotti, Freddy Thompson, Freddy Falwa-Smit, Miharjan, denk ik, is er niet meer. Maar het zijn al deze namen waar u informatie kunt ontlenen. En ik noem u een dynamische naam. Deze man heeft eigenlijk mij ingelijfd in het werk, want ik was de financiële administratieman van de scholen. Dat is Johannes Christian Rooseval. Hij is niet alleen de langsdienende voorzitter van de Surinaamse zending geweest, maar ook de langsdienende secretaris penningmeester. Deze dingen zeg ik u uit het hoofd op, omdat ik spelenderwijs, ik heb zelfs bij de voorzitter Brinkman gewerkt aan huis als steunman. Dus ik weet precies waarover ik praat. Ik wil meegeven aan het onderwijs vandaag. Zorg dat je probeert te werken aan een tuin. Een moestuin. Het zij waar je ook een plaats vindt. De kinderen hebben het nodig. Het model van Christus, de master teacher, is één waarbij hij de 12 studenten van hem constant wees op de natuur en de voordelen van de natuur.
En ik kan je zeggen, er is geen onderwijs mogelijk zonder dat je het kind de hand laat stoppen in de modder, in de stop. Leerkrachten, je moet dat stukje in jouw onderwijs geven, niet verwaarlozen. Zie naar de hemel, zie naar de vogels, zie naar het gras, zie naar de bloemen, zie naar de vogels. Christus heeft duidelijk gewild dat er een directe binding zou zijn, mens tot de natuur. En ik kan u zeggen, onze scholen die nog overeind staan, zullen een rots in de branding blijven als ze deze principes hoog houden. Houdt u er rekening mee dat wij allen nu een beetje dieper in onze zakken moeten gaan, gaandeweg de wederkomst van Christus, omdat de overheidssubsidies uit zullen blijven. Wij zullen niet meer in het gereel willen lopen met die overheid, met haar maatregelen. Mind you, als je dit niet goed onthoudt, neem het met je mee en overpeins het. May God bless you. Dank u wel, broeder Elshot, voor die uiteenzetting van de historie van Zevendaagse Adventisten onderwijs in Suriname. Dan gaan wij voor de laatste keer naar broeder Jonathan Blackman. Wil ik je vragen, wat is de impact die het onderwijs op jou heeft gehad in geestelijke zin, maar ook sociaal en intellectueel? Voor mij was het heel erg positief. Als je naar school gaat, als je naar de universiteit gaat, ga je om wat te leren, toch? Om wat te worden in de maatschappij, intellectueel zeg maar vooruit te gaan in het leven. Maar voor mij was het niet zozeer hetgeen dat ik leerde in klas, weet je, voor een docent. Voor mij was het al het andere dat erbij kwam kijken toen ik op USC zat. Al die extracurricular activities, dingen die je doet naast het studeren, die hebben mij persoonlijk gevormd tot wie ik vandaag aan de dag ben geworden. Ik mag met trots zeggen vanmorgen dat ik een product ben van christelijk onderwijs. Op school heb ik twee opleidingen gedaan op de universiteit, maar daarnaast heb ik me ook bezig gehouden met muziek. Ik heb een passie voor muziek. Ik ben ook koorleider geweest 2 jaar. Ik heb ook gewerkt in een departement, muziekdepartement van de school. Dus het is eigenlijk niet zozeer wat je doet in de schoolbanken die de universiteit maken tot wat het is. Het is meer de holistic approach die de school heeft. Weet je, na school, de kerk, health, heel wat dingen die erbij komen kijken, die dat maken tot een heel goede experience voor scholieren. Dus de impact was toch wel groot. Ik heb heel veel mogen leren en ook heel veel kan ik vandaag aan de dag toepassen in de gemeente waar ik ben, omdat ik zeg maar daar die vorming heb gehad. Ik heb daar zoveel geleerd dat ik nu als ook jong leider in de gemeente ook mijn deel kan doen. Dus ik kijk alleen maar heel positief naar die ervaring. Yes. Dankjewel, Jonathan. We kondigen nu een special aan die dus door middel van een video wordt gepresenteerd. Uw aandacht daarvoor. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Oh.
stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger and strength to strength oppose. Hey everyone, thank you so much for watching. Remember to subscribe to our channel and turn on that notification bell. That way you won't miss any of the videos. Ter horen werd gebracht door Fountain View Academy. Die is ook een adventistische school die dus they're based in Canada. Ze is in Canada. Nou, bro Jonathan, bedankt voor je bijdrage. Je hebt het ook over een koor gehad. Hoe heet het koor waar je leiding aan gaf? Of hoe heette ze nog? His Love. His Love. Heavenly inspired singers lifting up voices. Oké, okay, netjes, yes. Netjes. Oké, okay, pastor, mentor, broer Marvin. Wat, op basis van uw overtuiging, waarom zou uw ouders, mensen die werken, kinderen en alle andere mensen die dus stakeholders zijn van adventistisch onderwijs, of misschien nog niet bekend zijn met adventistisch onderwijs, aanmoedigen om adventistisch onderwijs te gaan genieten? Oké. Er zijn een paar dingen die heel erg belangrijk zijn in het leven. Iemand die religieus is, dan moet die persoon zich in een situatie stellen. Oké, laat me het anders zeggen. Het leven is vol van challenges. En hoe vaker je aangevallen wordt door dingen die niet positief zijn voor jouw leven, hoe erger het is voor jou. Ik bedoel, je wil niet je hele leven lang in strijd zijn. Oké? Dus als ik een christen ben als een ouder, En mijn kinderen op een bepaalde leeftijd komen. Of hey, niet eens een bepaalde leeftijd. Als er een adventist school is, dan is het positief voor mij en mijn gezin dat wat in mijn huis gebeurt, ook op school gebeurt. En ook hetzelfde wordt geleerd bij mij in de kerk. Dus je hebt één lijn, toch, broer Elsje? Je bent hier in de kerk in het centrum en je bent als een kind, dan ben je ook op de Veritas school. Bezig te leren. En thuis leer je dezelfde. Dus er wordt een ondersteunende relatie.
ingebouwd. En wanneer kinderen... Ik heb het voorrecht gehad, toen ik vanuit Suriname ging, om naar, toen was het nog CUC, later USC geworden, om in charge te zijn van het jongensinternaat van de school. En daar hebben de jongens de gelegenheid om dezelfde principes van hun huis en hun kerk door te, een soort verlenging te hebben daar op school. En wat je krijgt is dat bij die leeftijd 17, 18, 19, 20, dat zijn de leeftijd waar ze daar zijn. Ze zijn niet meer thuis. En ze zijn net oud genoeg om zich volwassen te voelen, maar niet oud genoeg om volwassen keuze te maken. Als je op een niet-christelijke school zit, waar dingen worden toegestaan die niet ondersteunend is voor jouw leven, dan zijn er veel van die jongens die gewoon weggaan. Want ze hebben vrienden die hun levensstijl vanuit huis niet ondersteunen. Wat is dat woord? Support. Wat is support? Ondersteund, hè? Ja, dat was correct. Bijvoorbeeld, als ik op school zat, ik was al getrouwd en alles, maar je zit daar en in die banken, dan roept men. Dat gepraat tussen docent en kinderen, dan wordt er een echt grove taal gebruikt. Dat gebeurt en dat is zo normaal. Maar in een Adventistische atmosfeer, daar heb je dat niet. Dan wordt er zelf, Jonathan zei daar net, hoe zei je wordt volunteer? Vrijwillig verplicht om een Adventist. Ik weet nog toen ik daar was, ik zei aan de jongens, vrijdagavond jongens, ik weet dat jullie niet graag naar de kerk gaan, maar dat is een deel van je leven hier, dus je gaat naar de kerk. Nou, sommigen tot nu toe zeggen, wanneer ik zo weer zie, dan zeg ze aan een pastor mentor, that was not nice of you, maar ze zijn nog in de kerk. Er zijn bepaalde dingen die gewoon verplicht moeten zijn. Dat geloof ik. Als een Adventist persoon, als een Adventist ouder en als een Adventist predikant. Ik weet nog toen ik hier op de padvinderij zat, Broer Hoepel is mijn padvinderleider geweest toen ik jonger was. En er zijn bepaalde dingen, Broer Hoepel me gewoon zei, Malvern, je doet het maar. Weet, het was gewoon, je had geen keus, je doet het maar. Als ik een keus had, zou ik het niet doen, maar dat was wat gedaan moest worden en het werd gedaan. En later krijg je, wanneer je wat ouder wordt, dan kijk je terug en je ziet dat het toch beter voor jou is geweest. Dus dat is het voordeel van Adventist onderwijs, dat het is een deel van je vorming. Je weet nog, er zijn een heleboel dingen die ik thuis nu kan doen, die ik misschien nooit zou kunnen doen met mijn hand. Dingen bouwen, mijn auto soms een beetje eraan werken. Dat zijn dingen die ik op... En wat ik heb gemerkt als ik tot het eind kom. Ja. Ik zei, ik ben op 4 universiteiten geweest. Wat ik weet is dat bij ons in de Adventistische onderwijssysteem, dat er wordt nadruk gelegd, broer Elshon, op dat parallel curriculum... die niet van wiskunde en talen dat soort dingen, maar gewoon met je hand werken. Zodat je een allround persoon wordt, dat je leert hoe met een dame om te gaan. Dat werd niet zoveel geleerd in die aantal universiteiten. Dus je leert hoe, en feitelijk heb ik het geluk gehad, Lucas, om vanwege op school zijn naar Adventist Universiteit mevrouw te vinden. Amen. Dus dat zijn al die dingen die bijkomen. Van op een Adventist of in een Adventist onderwijssysteem op te groeien. Nou, dat was een hele mond vol. Dank u wel, alle panelleden. U heeft nog wat? Geeft u maar. Ik vergat iemand te benadrukken. Zuster Maastaf is nu bedlegerig. Ze is meer in bed dan erbuiten. En een naam die ik heel nadrukkelijk wil aanbevelen voor materiaal dat u nodig mag hebben voor naslagwerk, maar ook voor een eventuele video, is zuster
Roseline Roosevelt. Zuster Roseline Roosevelt. Dat is iemand met een enorme computer. En God heeft er gezegend om het verslag met u te delen. Grantangi. Grantangi, brother Shores. Nou, om af te ronden kan ik aangeven dat we vandaag hebben gehoord over hoe belangrijk het is om Zevendaagse Adventisten onderwijs te genieten. We zien de producten hier naast me zitten. Jonathan heeft zijn masters en zijn bachelor's en masters opleiding op een universiteit afgerond. Als ik het goed heb, heeft u ook een dokteropleiding afgerond? Nog niet. Oké, u bent nog bezig. Maar het zijn allemaal zaken die dus aangeven dat het goed is voor ons als mens. Vooral in de zin van morele normen, waarden aanleren en zelfs je partner daar vinden. Zoals u dat aangaf. Dus allemaal voordelen waar ik zou zeggen, we moeten die blijven promoten en we moeten dat ondersteunen. Nou, u die kijkt en u die hier in de zaal zit, we willen u aanmoedigen om ons Adventistisch onderwijssysteem te blijven gedenken in uw gebeden, te blijven ondersteunen door middel van uw offers en steeds weer te denken van als je een baan zoekt en je het Adventistisch onderwijssysteem misschien kan ondersteunen, dat je dat misschien ook overweegt als onderwijzer of onderwijzeres. Zo, we gaan afsluiten en ik wil u vragen om de hoofden met mij te buigen, zodat we het slotgebed kunnen hebben. Liefderijke God, we danken u voor alles dat u ons heeft gegeven vandaag in de vorm van geschiedenis, kennis en belangrijke informatie die te maken heeft met het onderwijssysteem die wij als Zevendaagse Adventisten promoten, Heer. Heer, wij vragen u, gaat u met ons als wij naar huis gaan? Wilt u geven dat wij steeds weer mogen benadrukken aan onze kinderen, aan mensen die wij ontmoeten, dat Adventistisch onderwijs belangrijk is en alleen maar voordelen eruit te halen valt? Goede God, wij geloven dat u ons een gezegende Sabbat verder zult schenken. En vragen dit in Jezus' naam. Amen. Nou, we willen ieder veilig thuis toewensen en smakelijk eten voor straks. Een gezegende Sabbat verder. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go. Worship Him in all the nations, in all the